De bewoners hebben al sinds de oplevering van hun woningen aan de Vosmaarstraat en de Rudolf van Brammenstraat, nu 7 jaar geleden, te maken met een slechte ventilatie. Boosdoener is het balansventilatiesysteem in de woningen, met alle gevolgen van dien. Ik heb last van benauwdheid, hoesten. Ik heb last van de luchtwegen heel erg. Mijn dochter, die wordt zo ziek in deze huis. Benauwdheid en heel vaak longontsteking. Het is meer dan dat wij aan de hand van onze beleving dachten dat het was. Er zijn toch vrij veel klachten over het ventileren naar voren gebracht. Maar ook een aantal klachten over de warmtepomp en over het warmwatersysteem die bij ons ook gewoon niet bekend zijn. Op een bewonersavond gaf Vestia aan dat alle problemen waarschijnlijk niet in 6 weken zijn op te lossen, zoals de bewoners willen. Maar dat er zeker 3 maanden nodig zijn. Nee, dat is voor mij niet acceptabel. Eerst overwoog ik nog om het met mijn advocaat te overleggen. Maar als ik de andere bewoners allemaal hoor, hebben we nu 7 jaar moeten wachten. En dan vinden we eigenlijk 6 weken wel reëel om dit op te kunnen lossen. Nou, wij hadden een iets langere doorlooptijd, bedacht. Maar we hebben afgesproken vanavond dat wij er alles aan zullen doen. Gaan doen om te bekijken of we in de richting van die 6 weken kunnen komen. En ik ben er ook heel blij bij dat we een bewonerscommissie vanavond hebben kunnen instellen. Die de komende tijd met ons gesprekspartner is om alles wat we willen gaan doen ook op een goede manier met elkaar te bespreken. Nou, mijn vertrouwen is eigenlijk weg na 7 jaar. Want ik zeg, we zijn daar komen wonen in 2003. We zijn begonnen met een vergadering na 9 maanden eigenlijk al, dat er al niks van klopte. En als je dan ziet dat je in 2010 nog bezig bent, heb ik even geen vertrouwen. Binnenkort zal onderzoeksbureau TNO een onderzoek houden in 6 woningen. Samen met een onderzoek dat de bewoners zelf hebben laten doen, zal daaruit moeten blijken hoe en hoe snel de problemen opgelost kunnen worden.